Tot 1867 omringde een stadsmuur met 18 stadspoorten Berlijn. De Brandenburger Tor is van al die poorten als enige overgebleven. Hij is wel de mooiste poort. De poort is naar Grieks voorbeeld ontworpen. Het bouwwerk overleefde de oorlog tegen Napoleon, de Tweede Wereldoorlog, en stond vervolgens verweest 28 jaar lang in het niemandsland tussen Oost- en West-Berlijn. De Brandenburger Tor is zo genoemd omdat het de toegangspoort tot Berlijn was vanuit Brandenburg. De poort is gebouwd tussen 1789 en 1791 en gerestaureerd rond 1955 en 1993. Karl Gotthard Langhans ontwierp het bouwwerk. Bovenop de poort staat het beeld van Victoria met haar vierspan. Gottfried Schadow tekende voor het ontwerp. Architect Langhans vond de plek waar de poort moest komen, aan de rand van de Tiergarten, de mooiste plek op aarde. Die plek verdiende een bijzonder bouwwerk. De Brandenburger Tor bestaat uit 5 naast elkaar gelegen doorgangen, die 11 meter diep zijn. De afscheidingsmuren tussen de gangen zijn aan de uiteinden afgewerkt als waren het Dorische zuilen. De wachtershuisjes aan de zijkant zijn gelijk met de poort gebouwd. De zuilen ervoor zijn in de DDR-tijd neergezet. Bovenin de poort toonde tafereelen de godin Victoria die de vrede brengt. Het beeld met Victoria is 5 meter hoog. De tafereelen en het beeld getuigen van zelfvertrouwen en culturele bloei. Dat duurde tot de Pruisen met Napoleon in oorlog kwamen en aanvankelijk verloren. Napoleon nam het beeld in 1807 als trofee mee naar Parijs. Hij gebruikte het om zijn overmacht op Pruisen te tonen. Nadat Napoleon in 1814 was verslagen, kwam het beeld weer naar Berlijn. Als teken van triomf liet koning Friedrich Willem III door architect Friedrich Schinkel een staf ontwerpen met een adelaar en een ijzeren kruis. De symbolen van Pruisen. Die staf kreeg Victoria in haar hand. Tijdens de DDR-jaren werd de staf vervangen door een gewone staaf. De adelaar en het ijzeren kruis waren door hun verwijzing naar de Pruisische monarchie verdachte symbolen. Na een hevige discussie kreeg Victoria haar Pruisische staf in 1991 weer terug. Een opvallend detail is dat Victoria naar het oosten kijkt en de mensen die de stad binnenkomen de rug toekeert. Koning Friedrich Willem II, die de Brandenburger Tor liet bouwen, wilde namelijk het vierspannen in al haar schoonheid kunnen bewonderen. Dat kon het beste als hij 's morgens de stad uitreed. Als hij 's middags terugkwam, was het vaak al donker. Daarom liet hij Victoria met haar gezicht naar het paleis aan Unter den Linden plaatsen. Achter de poort ligt de Pariser Platz. Het plein is aangelegd tussen 1732 en 1734. Het fungeerde als de ontvangstkamer van het historische centrum van Berlijn. De oorspronkelijke naam van het plein was Viereck of Carré. In 1814, na de overwinning op Napoleon, veranderde koning Friedrich Wilhelm III de naam in Pariser Platz. In de Tweede Wereldoorlog liep het plein en de gebouwen die eraan stonden zware schade op. Tussen 1961 en 1989 lag de Pariser Platz, pal naast de Berlijnse muur, er verlaten bij. Vanaf 1993 is het plein helemaal opnieuw ingericht. De ontwerpers moesten zich bij de nieuwbouw aan strikte voorwaarden houden. Zo moest 51% van de gevel uit steen bestaan. De ramen moesten rechtop staan, de dakgoot moest 22 meter boven de grond liggen en de gebouwen mochten geen ruimte van het plein inpikken. Al deze randvoorwaarden hebben ervoor gezorgd dat er veel ruimte is voor het plein. De moderne gebouwen sluiten nu goed aan bij de historische elementen en geven het plein de chique uitstraling van weleer. De vele toeristen op het plein hebben geen boodschap aan chic of show. Ze flaneren er lustig op los en doen hun best voor een opzichtige foto. Het is inmiddels tijd voor een lunch. Hier zitten we vlak naast de Brandenburger Tor in wat tot 1989 het niemandsland was tussen Oost- en West-Berlijn. Met die wetenschap smaakt de lunch extra goed. De Amerikaanse ambassade is het laatste gebouw aan het Pariser Platz dat in 2008 is opgeleverd. Het keerde hiermee weer terug op zijn oorspronkelijke plek in Berlijn, van voor de oorlog. Door 9-11 is het gebouw op de begane grond minder toegankelijk geworden dan oorspronkelijk de bedoeling was. De zijstraat is zelfs afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. En het hele gebouw wordt continu bewaakt door de politie van Berlijn. Een heel bijzonder gebouw aan de Pariser Platz is dit pand van de DZ-bank. Van buiten lijkt het niets bijzonders, maar dat is maar schijn. Het is ontworpen door de extravagante architect Frank O. Gehry, onder andere bekend van het extroverte Guggenheim Museum in Bilbao. In Berlijn moest hij zich, zeer tegen zijn zin, grommend en knorrend inhouden. De strenge bouwvoorschriften gaven weinig ruimte. Maar binnenin het gebouw is hij helemaal losgegaan. Vanuit de hal van het gebouw kijk je uit op het atrium. Een glazen dak in de vorm van een spinnenweb verlicht de ruimte. Midden in het atrium hangt een van glas en staal gemaakt soort vis. Hierin is het auditorium gevestigd. Op de zuidoosthoek van de Pariser Platz, eigenlijk al aan Unter den Linden, staat Hotel Adlon. Het is het meest prestigieuze hotel in Berlijn. Mensen als Charlie Chaplin, Theodore Roosevelt, Albert Einstein en Marlene Dietrich waren er te gast. Het hotel werd in 1907 geopend en is vernoemd naar initiatiefnemer en eerste eigenaar Lorenz Adlon. Het gebouw kwam vrijwel ongeschonden de Tweede Wereldoorlog door, maar helaas, het brandde kort daarna af, op één vleugel na. Die vleugel bleef in de DDR-tijd dienst doen als hotel. Bertolt Brecht had er een kamer. Na de val van de muur kwam er een nieuw gebouw dat lijkt op zijn voorganger. Het hotel werd in 1997 heropend. Alleen door te blijven hameren op het roemruchte verleden, door superieure service te bieden en door exorbitante prijzen te vragen, kon het hotel weer aan de top komen. Sinds de heropening mocht het koningin Elisabeth II van Engeland en George W. Bush als gasten begroeten. Michael Jackson, zaliger, zorgde voor wereldnieuws toen hij er in 2002 zijn baby uit het raam liet bungelen.